De nieuwe Braziliaanse ambassadeur in Suriname, Rafael Azeredo, heeft gisteren namens zijn regering en via volksgezondheidsminister Amara Madin een ambulance gedoneerd aan de medische zending. De aanschaf van dit voertuig is gegaan via de Pan American Health Organization, PAHO, en de World Food Program. Medische zending-directeur Herman Ginty zegt dat het gaat om een high-tech ambulance die zal worden gemonitord door het AZP. De directeur sprak de hoop uit dat in de toekomst zijn organisatie ook de beschikking mag hebben over een ambulanceboot, waarmee de dienstverlening van de medische zending verder zal verbeteren.